Hallo, ik ben Annemieke van der Kuil, fotograaf van deze serie Passoen geketend. We kwamen in een heel klein dorpje bij een huis waar een hutje naast stond met een zeiltje eroverheen. En daaronder lag Katoet op een, bed is een te groot woord, geketend aan één been. Wat een triest beeld, wat een onmenselijke situatie. We waren daar ook nog met een politieman en een soort van burgemeester. En samen met dat soort mensen probeert dokter Suriani en haar kleine team vrijwilligers om in gesprek te gaan ook met de familie en de omgeving om meer uit te leggen over hoe het is en hoe je om kan gaan met psychiatrische patiënten. Dus dat was ook in dit geval, dus er was veel gesprek en hoe fijn was het dat ik denk dat ik er een uur of twee ben geweest, vader uiteindelijk naar binnen ging en de sleutel ging halen van het slot waaraan Katoet geketend lag. En hij mocht vrij. En hoe groot was zijn blijdschap ook en zijn dankbaarheid ook voor het team van dokter Suriani.